Ja, ik kan toch wel zeggen dat wij als Algemene Centrale Antwerpen-Waasland een beetje een traditie hebben wat betreft interesse in Zuid-Amerika. We hebben daar ook een project lopen in Colombia dat gefinancierd wordt met een deel van ons lidgeld. En we hebben via die contacten ook contact gehad met verschillende mensen uit Venezuela. En uiteindelijk hebben we beslist om in te gaan op de uitnodiging van Tony Leon, iemand die werkt aan een eergemaakte vakbond binnen de petroleumsector, wat ons toch wel een heel interessant project leek, en we zijn dat vooral gaan bekijken. En ja, wat brengen jullie terug uit die ervaring, die missie? Wel, mij eigenlijk was bijblijft, toevallig de dag voordat ik vertrok, zei ik tegen twee mensen die ik als links zou bestempelen in België, dat ik naar Venezuela ging. En die antwoordde mij dat toch een dictatuur was. Dat was voor mij al een beeld van hoe de miscommunicatie hier wordt gedaan door de media. Dus wat ik daar heb kunnen vaststellen is dat er vooral een land in beweging is, waar zeer veel aan het gebeuren is. Waar heel veel zaken zijn gebeurd in de afgelopen 10 jaar. En dat hebben we kunnen vaststellen door gesprekken met de mensen daar. Op sociaal vlak, geneeskunde, opvoeding, onderwijs enzovoort. Een land in beweging, waar heel veel goede dingen gebeuren, waar zeker nog niet alles perfect is. En bijvoorbeeld de werking van de vakbonden, daar kan nog veel aan gebeuren. En dat is ook belangrijk, denk ik, ter ondersteuning van de revolutie. En wat gaan jullie met die ervaring doen hier binnen Belgische ABV? Wel, zoals ik al zei, denk ik dat er heel wat misverstanden en misinterpretaties bestaan ook binnen het ABV van wat er in Venezuela gebeurt. Dus ik denk dat het belangrijk is dat wij nu gaan die boodschap proberen over te brengen van wat we daar gezien hebben, de goede dingen die daar gebeuren, ook de problemen die er nog zijn, maar toch vooral overbrengen dat dat een systeem is dat onze steun verdient.